Deze video gaat over vraag 20 en 21 van het examen HAVO Biologie van 2017, het eerste tijdvak. Het zijn twee korte vraagjes, dus ik hoop dat ik ook een korte video ga maken. Het gaat over dromedarissen in Australië. Die horen daar niet, die komen daar van oorsprong niet voor. Het zijn exoten. Kan leuk zijn om even de tekst te lezen, maar voor het beantwoorden van de vraag heb je de tekst niet nodig. Het is zelfs alleen maar verwarrend dat hij er staat. De vraag is, noteer twee biotische factoren die eraan bijgedragen hebben dat de dromedarispopulatie uitgroeide tot een plaag. Hiervoor heb je kennis nodig. Jij hoort te weten hoe een plaag kan ontstaan en welke levende factoren, biotische en levende factoren, hebben daar dan aan bijgedragen. Ook flauw dat je de twee moet noteren voor één punt, maar het staat wel duidelijk in de vraag dat je de twee moet noteren. Er zijn eigenlijk twee dingen die dan het eerst bij je op moeten komen. Het ontstaan van een plaag is eigenlijk altijd dat er voldoende voedsel is. Eigenlijk altijd zo. Hij moet genoeg te vreten hebben en dan kunnen het er heel veel worden. Elke 8 jaar verdubbelt de populatie zich, dus er moet er genoeg te eten zijn. En het loopt dat er genoeg te eten is, maar als je zelf wordt opgefroten, kan je dus nog niet een plaag worden. Dus geen predatoren. Dat zijn, als je het hebt over een plaag, dan zijn dat de dingen die het eerst in je op moeten komen. En voldoende voedsel, ja, wat eten dromedaris gras, dat is dus ook biotisch. Wat je verder nog mocht noemen voor een goed antwoord is dat ze weinig concurrentie hebben van andere dieren die datzelfde eten als zij. En je mocht ook nog noemen dat er dus weinig parasieten of ziekteverwekkers waren. Kan je nog discussiëren of ziekteverwekkers altijd biotisch zijn, want virussen, daar kunnen we over twijfelen. Hè? Lang verhaal kort, ik ga ophouden, want ik zou deze video kort houden. Vraag 21. Dat is een rekenvraag. Ook leuk voor de rekentoets, dus ook daarvoor is dit een goede oefening. Hoe groot is op basis van de gegevens de populatie, door welke gegevens? Oh ja, die gegevens die ik eronder heb gezet. Dromedarissen in een woestijngebied van 45.000 vierkante meter. Oh, sorry, vierkante kilometer zelfs. Een gigantisch gebied. De informatie, die hebben we in dit geval wel nodig. Ze hebben namelijk geteld in een gebied van 270 kilometer. Waarom doet hij nou? Doe het. Ja, 270 kilometer van 200 meter breed en dan 18 keer vliegen. En hier zie je dan nog een keer de vliegroute netjes aangegeven in dit plaatje. Het oppervlakte van het gebied dat ze hebben bestudeerd is dus 270 keer 0,2. Hoezo 0,2? Het was toch 200 meter? Ja, maar ik heb het even omgerekend naar kilometers. Ik mag natuurlijk niet rekenen met twee verschillende eenheden. En dan ook nog eens een keer 18. En dan kom je uit op een gebied van, ik moet even spieken, 972 vierkante kilometer. Daar kom je op uit en op dat gebied hebben zij geteld, dat staat in de tekst, 82 dromedarissen. 82 droms. Schrijven op een iPad is moeilijker dan het lijkt. Het gebied wat nu wordt gevraagd is 45.000 vierkante kilometer. Dat is in ieder geval dus een groter getal, dus die streep ik vast weg. Zo. Hoeveel keer groter is dat getal? Dat kan je uitrekenen door 45.000 te delen door 972. Dan kom je uit op 46,3 keer groter. Tussendoor trouwens niet afronden, maar de orders van grootte bij deze vraag zijn zo groot dat het ook weer niet zo heel veel uitmaakt. Dus als het gebied 46,3 keer groter is, dan zal het aantal dromedarissen dat ze gevangen hebben ook 46,3 keer groter zijn. Dus dan gaan we van die 82 keer 46,3 en dan kom je uit op 3796 dromedarissen. Zo. Dus wat heb ik nou gedaan? Ik heb uitgerekend, oké, hoeveel keer groter is 45.000 ten opzichte van die 972? Dat was 46,3 keer. Dan mag ik er logischerwijs van uitgaan dat er ook zoveel keer meer dromedarissen zijn. Mogen er lekker
het is een steekproef, dus dan mag je lekker dat doen. Ook al zullen die dromedarissen zich heus niet keurig netjes volgens een lijn verspreiden. Wat je ook had kunnen doen, is een verhoudingstabel maken. Maar het antwoord is nog duidelijk, hè? Deze ligt natuurlijk het dichtst bij die. Dus het juiste antwoord is hier C. Heb je nou nog vragen over deze vraag of een andere vraag? Schroom niet om het in de comments te zetten. Vergeet ook niet om lid te worden voor het allerlaatste examennieuws en de rest van dit examen, wat ik nog moet opnemen. En dan wordt alles uiteindelijk best biologisch.